allemaal. Wat leuk dat je weer bij mij aan tafel schuift. Vandaag ga ik verder met het wisselwoordenproject. En wat wisselwoorden precies zijn, zul je in een andere video zien. Maar er moet een mogelijkheid zijn, vond ik, om de kennis die je gaat vergaren op te slaan. En ik ben een creatief mens, dus ik wil er altijd iets extra's van maken. Dus had ik in gedachten dat er een soort van groot boek zou komen. Dit is geen echt boek, dit is zo'n boek waar een soort van kastje in zit. En je ziet hier al dat ik wat in mijn boek heb gedaan. Dit is de ketting die ik maakte, of eigenlijk de rozenkrans. Ik zal de link rechtsbovenin zetten naar dat filmpje. Die gaan we gebruiken met de wisselwoorden. Die kun je dus opbergen in de doos met je wisselwoordenspullen. Ik heb wat kleitabletjes gemaakt met de wisselwoorden erop. Dus je ziet er al drie hier. Adjust together love. Dat is een mooie combinatie. Hier maak ik nog magneetjes van. Maar ook hier heb ik een videootje van gemaakt. En daar zie je dat ik magneetjes op de achterkant heb geplakt. En die zitten nu bij mij op de koelkast. Maar die gaan er ook in. Daar ga ik nog, denk ik, ook nog een zakje voor maken. Dan wordt dit straks het boek waar alle wisselwoorden in opgeslagen gaan worden. Dit is een A6 dummyboekje. Dit koop je bij het boekenvoordeel. En ze waren bij mij in de aanbieding 2 stuks voor 4 euro. 1 stuks voor 2,5. Dus ik heb er 2 meegenomen. Je weet maar nooit. Dus hier gaan alle woorden in met de uitleg erbij. En dan ga ik ook kijken hoe we dit gaan decoreren om het wat een magisch gevoel te geven. Dit wordt de bewaardoos. Deze heb ik ooit bij de Xenos gekocht. Hij is wat dik, zoals je kan zien. Ik ben gisteren bij de Xenos geweest en daar zag ik ze nu op dit moment niet liggen. Dus ik heb geen idee. Misschien hebben ze online nog te koop. Ze zijn niet altijd duur. Ik geloof dat deze maar een euro of 8 was. En dit is een vrij grote. Ik zal eens even kijken hoe groot die is. Hij is, de binnenkant in ieder geval, is 23,5 centimeter hoog. En 16,5 centimeter breed. Dus als je dat ook zou willen doen en zo'n boekje erin. Deze past er precies goed in. Dan heb je deze afmetingen wel nodig. Dus dat is handig om te weten. En ik ga er nog een klein plankje in maken. Een verdelertje, zodat het boekje hier komt. De wisselwoorden komen er bovenop. Daar gaan we kaarten voor maken. En dan kun je hier dus de andere dingetjes, zoals je ketting of je kleitabletjes, kun je erin bewaren. En als je dat allemaal niet wil maken, of hierin zou willen bewaren, dan koop je gewoon zo'n boek, maar dan wat kleiner. De helft hiervan. Dat past hier ook in. Helemaal prima. De omslag vind ik niet zo leuk. Ik bedoel, het is gezellig en kleurig en fleurig. Maar voor het doel waar ik het voor wil gaan gebruiken, gaat dit niet werken. Ik wil dat er iets, toch iets magisch. Al is het niet zo magisch, maar ik hou daarvan. Ik wil er iets magisch van maken. Dus ik ga deze doos bekleden. Ik pak wat afplaktape. En ga in ieder geval even de binnenkanten afplakken. Zo hier. Want de randjes ga ik ook bewerken. Het zou fijn zijn als ik afplaktape had, dat ook een beetje bleef plakken, maar ik denk dat het voor het doel wel dient. Ik heb dus de hele binnenkant van het boek even afgeplakt, dat zelfs als ik er met verfige vingers aankom, dat ik dan niet direct de bol weer moet schoonmaken. Ook al is het wel plastic, dus ik denk dat het wel kan. Nou, laten we hopen dat het een beetje blijft zitten. Ik begin even kort met de voorkant, want ik wil even uitleggen wat ik ga doen. Als ik straks mijn ondergrond heb gemaakt, komen er op de hoeken van mijn boek, als het goed is, deze hoekornamenten. Dan heb ik een klein spinnetje. Die ik denk ik hier misschien wel ga plakken. Of hier, maakt niet zo uit. En met een lijmpistool ga ik een spinnenweb maken. Dus dat ga ik straks eerst doen, dan kan het even drogen. Dus daar ga ik een spinnenweb mee maken.
En daar komt die spin op te zitten. En dan hier ga ik, en dat ga ik je zo laten zien, woorden plakken. Zo, naar beneden. Dus dat is het idee. Ik had ook, kijk, deze heb ik met mijn Big Shot en deze snijmal van de Action, 59 cent, heb ik zo uitgesneden. Hartstikke makkelijk. Maar heb je geen Big Shot, dan hebben ze bij de Action ook van deze houten ornamenten. Die kun je er ook op plakken. Niet zo moeilijk. Maar in het doosje wat je koopt zit maar één zo'n hoekje. Dus van alles wat je hier ziet liggen, deze heb ik gekocht, zit er maar één hoekje in. Of, nou ja, alles van één eigenlijk. Dus als je dat zou willen, zorg dan dat je wat meer van deze, ja, houten ornamentjes hebt. Ik denk wel dat ik er één ga gebruiken, als het gaat passen. Hier. We gaan het zien. Dus ik ga eerst mijn spinnenweb maken, dan kan het drogen. Het droogt gelukkig vrij snel met een lijmpistool. Hier komt het hoekornement, dus daar hoef ik het toch niet te doen. Dus wat ga ik dan nog meer doen? Ik plak in ieder geval mijn spinnetje hierop. Ik ga toch maar aan de voorkant beginnen. Ik denk dat hij hier komt. Spinnetjes staan voor wijsheid. Niet alleen maar voor enge, zwarte, vieze beesten. We pakken er wat keukenpapier bij. En dit is keukenpapier van twee laagjes. En ik heb alle laagjes van elkaar afgetrokken. Dus dit is uiteindelijk één laagje. En dat gaan we met Mod Podge hier zo'n beetje omheen plakken. Dus we pakken onze Mod Podge. En nou is mijn Mod Podge wel bijna op, dus anders moet ik misschien wat anders pakken. Dus we gaan de Mod Podge er goed opwrijven. En dit mag gewoon een beetje gescrunched worden, zoals we dat noemen. Maar druk het lekker goed aan. En ook een beetje zo om het spinnetje heen. Zodat we dat straks nog wel weer terugzien. Het is misschien handig om een klein beetje je keukenpapier wat nat te maken. Want dan blijft de lijm wat beter plakken. Probeer hier de randjes van het spinnenweb een beetje te vinden. Zodat als dit droog is straks, ik daar de ribbeltjes van zie. Deze draai ik even om. Dit mag even drogen. Als je afvraagt waar het spinnetje vandaan komt trouwens. Deze heb ik ooit bij de Xenos gekocht met Halloween. Dus als je dat nog niet in huis hebt, dan moet je even wachten als je dat spinnetje ook zou willen hebben. Maar misschien dat je dat ook nog online kan vinden. En ik kan me zo voorstellen dat er in Amerika genoeg winkels zijn die ook in, wat is het, maart, gewoon Halloween spullen verkopen. Terwijl mijn boek ligt te drogen. Ga ik nu verder met het boekje. Daar ga ik wel even voor zorgen dat ik wat bescherming heb. Zo. En we gaan hier hetzelfde doen. Alleen ga ik hier geen spinnenweb op doen. Want dan wordt het boek te druk. Ik wil hier
wisselwoorden op plakken. En ik wil hier misschien wel het kleine. Ik heb hier nog een klein spinnetje. Of ga ik gewoon... Nee, ik ga deze erop doen. Dus die kan ik er vast op plakken. Ik ga dus deze erop plakken. Die zit goed. De draden van wijsheid plakken aan mij vast. En dan gaan we weer met de Mod Podge en de plantenspuit. Gaan we hier weer het een en ander op plakken. Dit is overigens niet de echte Mod Podge. Dit is de Crea Podge. Vond ik ook jaren geleden bij de Action. Heb ik nog nooit gebruikt. Maar ja, mijn Mod Podge is op en je moet toch wat. En ook deze mag gaan drogen. Ik ben het bezig geweest om met het grote boek, de omdoos, nog de randen aan de binnenkant te beplakken. Dat is nu nog aan het drogen. Mijn kleine boekje daarentegen is zo goed als droog. Hier en daar nog wat stickiness. Ik heb de randjes eraf gescheurd en dat laat ik zo, want ik vind het eigenlijk best wel heel grappig. Ik had het niet verwacht of niet aan gedacht dat ik dat wel leuk zou vinden. Her en der trek ik misschien nog wel even meer af. Maar het geeft een wat verweerd uiterlijk. Dit hebben we natuurlijk, met die oude boeken hadden we natuurlijk hier allemaal van die randjes. Dus die wilde ik ook maken. Dus dat plak je erop met je Mod Podge. Of in dit geval de Crea Podge van de Action. Die ze daar niet meer hebben. Waarom is mij een raadsel. We gaan hier overheen met gesso. En ik heb zwarte gesso. Als ik die open kan krijgen. Goed, met een beetje geweld en wat krachttermen en een schroevendraaier kreeg ik mijn gessopot wel open. Pak er een kwast bij. En ga gewoon alle kantjes zwart verven. En ik zal hem alvast zo neerzetten. Dan kan ik er, als het goed is, makkelijker bij. Je kunt overigens ook met witte gesso overheen gaan, als je dat zou willen. Omdat je geen zwarte gesso in huis hebt. En dan ga je er daarna met wat zwarte acrylverf overheen. Maar de gesso zorgt ervoor dat je wat grip krijgt op je ondergrond. En dan mag dat ook drogen. Met een... Craft tool droogt dit in ieder geval wat sneller. Dan ga ik er nu met wat bruine verf overheen om hem wat meer een bruine leather look te geven. En dan doe ik een heel klein beetje zwart bij. Om hem niet te poepbruin te laten zijn. Zo heb je een dag dat je gewoon vreselijk zit te kliederen. Gelukkig wordt hij nog wat poeperiger bruin. We gaan het zien. En er mag best nog wel wat zwart doorheen. Dus het hoeft niet dat je zegt van oh, het moet er dik op. Nou, strijk het er maar gewoon een beetje zo overheen. En nu ik het zo bekijk, vind ik het bruin oké, maar best wel een beetje poep. Toch? Toch poep? Dus als ik daar nou eens wat rood overheen zou doen. Een beetje rood. Gewoon een beetje... Zo ontdek je in het proces wat je leuker vindt.
Dus als je zegt, nou ik vind het bruin wel oké, dan laat je het bruin. En ik ben blijer met het rood. En ook deze mag weer drogen. Voordat ik met dit project begon, heb ik met mijn Sizzix Big Shot allemaal letters uitgestanst. Dat was deze stans. En omdat ik op het grote omboek heel veel A's nodig had, heb ik geloof ik deze 21 keer door de stansmachine heen moeten halen. Alleen om die A eruit te krijgen. Maar dan moet je ook nog alle andere letters eruit zien te plukken. Dus dat was een aardig werkje. Ik ben blij dat ik dat vooraf heb gedaan. En niet terwijl jullie zitten te kijken. En ik heb net ook deze woorden alvast wat goud gegeven, want die gaan hier bovenop. En het is natuurlijk wisselwoorden. Ik hoop dat ze droog zijn. Het woord is natuurlijk wisselwoorden. Want daar zijn we nou eenmaal mee bezig. En dit gaat erop. Als het niet aan je vingers blijft plakken, het moppotje. Wisselwoorden. Dit mag even drogen. Ondertussen heb ik de letters van wisselwoorden nog weer een beetje zwart gemaakt. Ik vond dit potje Classic Treasure Gold. Deze Treasure Gold heb ik ook al jaren. Geen idee waar ik dat vandaan heb. En je kunt zien, ik heb het nog lang niet opgebruikt. Maar wat me zo'n leuk idee lijkt, en dat heb ik natuurlijk hier met het ornament al een beetje uitgeprobeerd of dat ging werken. En dat ging werken. Dus je doet wat op je vinger en dan ga je gewoon heel zachtjes, nou ja, een beetje over de verhogingen, over de randjes die opstaan, de kreukels in je boek en natuurlijk gaan we ook over wisselwoorden heen. En omdat het nu ook een beetje zwart is, krijgt het een beetje een schaduw daarachter. Ik heb deze afgemaakt ondertussen en ik ben hier ontzettend blij mee. Ik vind hem de look hebben die ik in gedachten heb. En ik zal aan het eind wel wat close-ups aan het filmpje zetten. En dan gaan we even kijken hoe het staat met mijn grote omboek. Of die al wat droger is. En die is nog her en der wat nat. Maar niet zo nat dat ik niet denk dat ik er met mijn zwarte gesso overheen kan. Dan gaan we met gesso ook hier weer overheen. Omslag met de zwarte gesso erover is zo goed als droog. Hier en daar nog een klein beetje dat je denkt van nou, kan iets meer. Maar ik ga er toch overheen alvast met mijn bruin-rode zwarte verf. Hier had ik een klein probleempje, maar dan hoop ik met de zwarte verf, met de dekkende laag ook weer op te lossen. De binnenkant moet ik nog afmaken, maar dat doe ik op een later moment, want ik wil eerst dit af hebben. Dus we pakken onze zwarte verf, onze bruine verf en onze rode verf. En ik heb hier wat meer nodig dan voor het andere boekje.
Wat ik al zei, het zwart mag er echt wel een beetje doorheen komen. Dat vind ik niet erg. Zo, deze mag weer drogen. En ik wilde je even het verschil laten zien tussen wat we gemaakt hebben en wat we als eerste in handen hebben gehad. Dus dit is het A6 dummy boekje. En deze ook. Maar nu een stuk mooier. Ondertussen heb ik mijn boek of mijn hoekornamenten ook wat goud geschilderd. Die ga ik er straks op plakken als dit droog is. En ik heb een aantal letters uitgestanst en alweer goud geverfd. En hier zijn er meer en er zijn er nog meer. Dus dat wordt nog wel even een priegelwerkje. Zoals je op het boekje hebt gezien, kost dat tijd. Nou, de binnenkant die doe ik later. Want daar kan ik nu niet goed bij. Ik denk dat het tijd wordt om te eten. Zodat dit goed kan drogen. En dan kunnen we verder met de rest. Het begint erop te lijken. En we gaan kijken of we onze grote letters, dat hoop ik wel, even zo neerzetten, hier bovenop kunnen plakken. Dat zijn deze stansletters, vrij groot, komen bij de AliExpress vandaan. Als je zou willen weten waar die andere vandaan komen die ik straks ga gebruiken, deze komen bij de Pipo's vandaan. Dus, wat gaan we hierop leggen? Nou, en ik heb het dan een beetje zo bedacht dat het er zo tussen moest passen. En soms werkt dat, blijkbaar. Dus deze ga ik erop doen met onze Mod Podge. Dit ga ik laten drogen. En als het droog is, ga ik daar weer met zwart overheen. Zwarte acrylverf. Maar voor nu ga ik verder aan de voorkant. Want hier gaan we in een driehoek een heel bekend woord leggen. En het woord is abacadabra. En dan denk je misschien, dat vind ik raar. Dat is toch een hocus pocus goocheltrukken woord. Nou, dat is niet helemaal waar. Abacadabra staat voor I create what I speak. En daar hebben wisselwoorden mee te maken. Het is volgens mij een Hebreeuws woord, ik weet het niet zeker. Maar het is een woord wat wel gebruikt wordt in de magische kunsten, weet ik. En ik dacht, als we dan toch met woorden werken, waarom niet een prachtig woord wat precies uitdrukt wat de bedoeling is. Met mijn woorden creëer ik mijn ervaring. En het leuke is, hij eindigt met een A. Je gaat het vanzelf wel zien. Dit wordt gefriemel, omdat die lettertjes vrij klein zijn. En ik wil ook zorgen dat ik genoeg ruimte naar boven heb. Want er komen iets van 11 regels naar boven. Laten we beginnen. Ik begon niet helemaal aan het begin. En waarom weet ik niet, want het is de letters die gaan natuurlijk op een gegeven moment gewoon zo lopen. Dus je kunt zo je compositie maken. Maar goed, ik dacht ik begin een beetje vanuit binnenuit en werk dan van links en dan naar rechts. De R
En dan krijgen we een mooi symbolische omgedraaide driehoek. En waarom vind ik dat mooi? Nou, we hebben het over woorden. Woorden die je leven vormgeven. Woorden die je uitspreekt en denkt. Zo gaat je leven eruit zien. Als je negatief bent, zullen de ervaringen die je hebt misschien niet altijd erg gezellig zijn. En als je zo bezig bent met je projecten, met je woorden en met hoe je het opbergt, dan zet je je eigen energie erin. De energie die jouw intentie heeft tot verandering. Dat geloof ik tenminste. En als je dan ook nog mooie symbolen hebt, zoals ik vind deze omgekeerde driehoek een prachtig symbool. Ik krijg er het idee bij van buiten naar binnen, dus van groot naar klein. Dus misschien moet je meer naar binnen kijken. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe kijk ik tegen het leven aan? Hoe reageer ik op het leven? Ik vind het ook een prachtig vrouwensymbool. En ik denk dat vrouwen zich veel meer met hun eigen, ja, raar genoeg of lullig genoeg gezegd, kracht mogen verbinden. Krachten die we al heel lang hebben afgestaan. Scheppende, creërende krachten. Zorgende krachten. Dus daar vind ik dit omgekeerde driehoek prachtig bij. Ik ga wachten tot deze droog is. Althans. Deze mag drogen. Dan ga ik weer even aan deze kant verder. Ik ga op mijn wisselwoorden Facebookpagina een documentje zetten. Met abacadabra. En daar staat dan ook in, want dat heb ik ook hier gebruikt, hoe je het opbouwt. En als je zou willen weten hoeveel A's er in deze spreuk zitten, dat zijn er 30, dan weet je dat. De B's, dat zijn er 13, de C's 7, D 5 en R'en hebben we er 11 van. Als je nou geen stansmachine hebt, zoals een Big Shot of een Colorbug, dan zou je natuurlijk ook gewoon kunnen stempelen. Want dit is hoe dan ook heel veel werk. Ik denk dat ik in totaal alleen al met het voorbereiden hiervan wel 3-4 uur ben bezig geweest. Maar ik wilde het zo hebben. En wellicht kun je het ook gewoon stempelen of op een papiertje zelf schrijven. Op de computer uitprinten en op een mooie manier verwerken op de voorkant van je boek. Het zijn allemaal mogelijkheden. Dit is mijn mogelijkheid. En misschien wil je het ook zo. En ken je wel iemand met een snijmachine of een stansmachine? En wilde je hier wel mee helpen? Nou goed, dit mag even drogen. En dan gaan we met deze verder, want deze gaan we zwart maken. En waarom maak ik ze eigenlijk niet direct zwart? Nou ja, dan zie ik niet meer waar ik mee bezig ben op zo'n donkere ondergrond. Waarom maak ik ze dan goud? Omdat als ik het niet goed afdek, het goud er misschien onderdoor komt. En niet wit, want ze waren wit. Kost dat meer tijd? Ja, zeker. Zeker kost dat meer tijd. Dus dat mag je helemaal zelf bepalen hoe je dat wil doen. Ik zat net te bedenken, ik had misschien de S andersom kunnen doen. Wissel. Dus jij denkt, nou, dat vind ik wel een leuk idee. Doe het. Laat het mij zien. Heel benieuwd. Dan mag dit ook weer drogen. Gaan we weer naar de voorkant. Dit is nog niet droog. Ik zie dat het hier nog wit is. Maar hier, dit is allemaal droog. Deze moet nog drogen. Nou, komt goed. Want dan gaan we verder met, waar zou ik ze gelaten hebben? Oh, daar. Voor mijn neus natuurlijk. Dit zijn gewoon stukjes foam die ik bij de Hema heb gekocht. Daar heb ik dus met de stansmachine dit vormpje uitgedaan. En ik heb ze goud geschilderd. Deze ga ik ook weer zwart maken daarna. En dan weer met de Treasure Gold eroverheen. Ondertussen zit er een motpotje in mijn nek, geloof ik. Het is me gelukt. Met aardig wat motpotjes en heel veel geduld en laten drogen en nog meer geduld en nog meer laten drogen. En het is eigenlijk nog niet helemaal droog, maar dat gaan we gewoon even afdeppen. Want het is maar de ondergrond. Ondertussen heb ik de abracadabra ook zwart gemaakt. Zodat ik in één moeite zou kunnen doorgaan
met mijn Treasure Gold. Dat is dit, wat ik ook op het andere, wat ik op het kleine boekje ook heb gebruikt. Als je dit niet hebt, dat kan natuurlijk. Ik zou niet weten waar je het moet kopen, maar als je zou zoeken op Treasure Gold en je ziet zo'n potje voorbij komen, dan zal het hem wel zijn. Maar als je dat niet hebt of niet wilt kopen, nou, er zijn, zullen allerlei redenen zijn, dan kun je ook gewoon met een beetje gouden verf, daar heb ik overigens alle letters mee gedaan, en dit is van Anne en Claire, Art Metallic Color Paint, zusteren en grenen, geloof ik. Ze zitten in ieder geval in Amersfoort, ze zitten door heel Nederland. Dus je zou dit soort goud kunnen gebruiken. Ik heb een beetje een koperachtige acrylverf. En dit is meer een gouden acrylverf. Dus daar zou je absoluut ook met je vingers gewoon wel eventjes gewoon zo deppen. En met je vingers er een beetje zo overheen. Dan komt dat vast goed. Ondertussen, want ik moest wachten, heb ik ook een plankje gemaakt. En ik heb de binnenkant geverfd. Het plankje dacht ik te moeten lijmen, maar ik denk zelfs dat het zo stevig zit. Het is gewoon een stukje karton. Dat is handig als je natuurlijk eventjes dit er tussenuit haalt. Het is gewoon een stukje karton. 16,6 centimeter breed. 5,5 centimeter hoog. Ik heb het dubbel gevouwen, dus hij is 11 centimeter in totaal. Ik heb er even wat gesso overheen gedaan. Zwarte gesso. En ik heb er wat Twinkle Glitter Paint op gedaan. Dit is Christmas Red. Ik had niet anders. Ik had wel anders. Ik had zilver. Maar dat vond ik nou niet bij het geheel passen. En als ik het niet vastplak, zou ik het altijd nog een stukje kunnen verschuiven als dat nodig is. Dan kan ik gewoon met mijn vingers bij mijn boek. Dit was even om de maat aan te houden. Ik laat dit er nog even tussen zitten voor het geval dat. Dus nu gaan we dicht. We gaan eigenlijk een beetje aan het eind komen van dit project. En hier wordt het gewoon ontzettend leuk, want we gaan er met ons goud weer overheen. En ineens wordt het foam metaal. Dan mag dit heerlijke, bijna plakkende, nou het heeft redelijk zijn best gedaan. Het zal wel afplaktape zijn. Oké, er zitten her en der wat stukjes die ik mag repareren. Hier scheurde ik helaas wat van de ondergrond los. Hier en hier, nou ja, en hierboven ook. En deze rand kan ik wel nog een beetje bijwerken. Dat gaan we doen hoor. Komt voor elkaar. Maar zo gaat hij erin. Zo gaat deze erin. En zo ligt hij straks op je te wachten tot je klaar bent met de wisselwoorden. Het was een heel project vandaag. Ik ben er een paar uur zoet mee geweest, maar dan heb je ook wat. Een boekomslag of een doos waarin je je wisselwoordenboek straks gaat bewaren en andere spulletjes die je daarbij hebt verzameld of zelf bedenkt of met me meemaakt. Ik ben best wel trots op het eindresultaat, want het is de eerste keer dat ik zo'n boek maak. En dat ook nog waar jullie bij zijn. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd. En als dat zo is, geef me dan alsjeblieft een like. Je kunt je ook abonneren op mijn kanaal. Klik op de rode abonneerknop.
Als je dat gedaan hebt, verschijnt daarnaast een belletje. En als je daarop klikt, krijg je een melding elke keer wanneer ik een video op YouTube heb gezet. Het Wisselhorenproject is te vinden op Facebook. Het adres daarvan zie je nu in het scherm. En ik zet het in de beschrijving. Daar ga je straks deze informatie vinden. Abracadabra en hoeveel letters je nodig hebt per letter. In de omschrijving vind je ook een lijst van materialen die ik voor dit project gebruikt heb. Het zal een vrij uitgebreide materialenlijst zijn. Je kunt mij ook nog vinden op Facebook. www.facebook.com/kraftistenmv/. Dat zie je in het beeld verschijnen en ik zet het ook in de omschrijving. Ik ben blij dat je er weer bij was vandaag. En ik zie je graag een volgende keer.